Technologie kan leerlingen helpen leren. Denk bijvoorbeeld dus aan een iPad, een device met eindeloze mogelijkheden. Maar hoe werkt het eigenlijk? Mijn naam is Eveline en in dit filmpje laat ik zien hoe je via AirDrop op de iPad draadloos en eenvoudig een document kunt delen met je leerlingen. Een document, zoals een opdracht voor in je les, deel je via de AirDrop-functie snel en eenvoudig. Handig wanneer je jouw kinderen tijdens de les aan het werk wil zetten. Mocht AirDrop nog niet aanstaan, doe dit dan alsnog. Ga in instellingen naar de menuoptie Algemeen, tik op AirDrop en geef aan dat iedereen jou een bestand mag sturen. Open nu Pages en kies het document dat je wilt delen. Tik op de drie puntjes rechtsbovenin en tik op Deel. Selecteer AirDrop als middel om je bestand te delen en stuur het bestand naar de hele groep of een individuele leerling. Wil je meer weten over het gebruik van de iPad in jouw klas? Lees dan verder op de website van de Rolfgroep.